Snapchat is op dit moment een van de meest gebruikte apps ter wereld. Iedereen kent het denk ik eigenlijk wel. Dus die app waarmee je foto's kan maken en video's die je maar één keer kan bekijken. Er is eigenlijk maar één nadeel aan deze app, vind ik. En dat is als je een filmpje wil maken dat je altijd je telefoon ingedrukt moet houden, die knop. Maar ik heb een manier gevonden waardoor je die knop niet meer hoeft in te drukken, maar wel een video kan maken. Oké, voor deze tip moet je wel een paar stapjes doorlopen. Maar als je even meekijkt, dan is het geen enkel probleem. Wel moet ik er even bij zeggen dat deze tip alleen maar op Apple werkt en niet op Android. Ik ontgrendel eerst eens mijn telefoon en ga naar de instellingen toe. En dan ga je eerst naar algemeen, dan toegankelijkheid. Dan ga je een klein stukje naar beneden en dan heb je Assistive Touch. Nou, daar klik je op. En die moet je even aanzetten. En daarbij staat ook toegelicht wat het nou precies is. Via Assistive Touch kun je de iPhone gebruiken als het scherm aanraken moeilijk gaat of als je een aanpassingsaccessoire nodig hebt. Die gaan we dus even gebruiken. Dan moeten we een nieuw gebaar aanmaken. Een nieuw gebaar aan. En dan ga ik mijn vinger erop leggen. En hieronder zie je een balk. En die moet helemaal vol blauw zijn voordat je hem loslaat. Zou hem even ingedrukt. Alright, top. Nou, dat nieuwe gebaar gaan we dan opslaan. En ik geef even de naam Snapchat. Bewaar. Nou, dan kunnen we naar Snapchat toe gaan. En als je Assistive Touch hebt aangezet, dan krijg je dus, als ik bijvoorbeeld zie dat misschien wat beter, hier een nieuw icoontje. En die kan je overal neerzetten waar je wil. Nou, en die hebben we nodig. Dat is zeg maar een soort, je menu. Dus druk erop. Dan ga je naar je aangepaste gebaren. En dan heb je Snapchat. Nou, druk je daarop. Dan krijg je dit grijze bolletje in beeld te zien. En die wil je dus op de knop van opnemen loslaten. Op het moment dat je die loslaat, dus ik zet erop, begint die automatisch met filmen. Zoals je ziet. Ik doe hier niks voor, hè? Mogen dat even duidelijk wezen. Kijk eens aan, ik heb nu een video gemaakt. Zonder dat ik het scherm hoefde aan te raken. Het is natuurlijk super handig als je bijvoorbeeld wat wil laten zien of wat wil doen. Waarbij je beide handen nodig hebt, maar toch een leuke Snapchat wil maken. Wel is het zo dat de video's gelimiteerd worden tot 8 seconden. Omdat Assistive Touch 8 seconden werkt. Maar ja, goed. Daar moet je natuurlijk zelf een beetje mee gaan spelen. Nou, en zo makkelijk is dat dus. Vond je deze video nou handig? Abonneer dan eventjes, deel het bericht, laat een reactie achter en geef een duimpje omhoog. En heb je zelf nog vragen of dingetjes, laat het even weten en dan gaan we even aan de slag. Tot de volgende keer. Dat is handig!